er is maar één Spider-Woman. En voor al die andere helden is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering, wat er ook gebeurt. Zeg, mijn Omo-tablets hebben opeens een blauw laagje. Waar is dat voor? Dat zijn de nieuwe Omo-tablets. De witte laag is nu effectiever tegen vlekken. En de blauwe laag helpt voorkomen dat de kleuren het wit grauw maken. Wit blijft dus stralend wit. Dus ik kan ze gebruiken bij witte kleding met een gekleurd randje? Ja, inderdaad. Nu weet ik waarom. Ik ook. Blauw, ik doe de was. En wit, jij doet het. Nieuwe Omo-tablets. Dubbele laag. Dubbel actief. Daar zit lekker veel fruit in. Ja. En deze dan? Die is ook lekker romig, zeg. En welke is het allerlekkerst? Tja, de ene is nog lekkerder dan de andere. Eén keer te proeven. Almof Biogarden. Dat smaakt altijd. Deze rijke vrijgezel wordt opeens wakker in een heel ander leven. This isn't my house. Nicolas Cage in de kersthitcomedy The Family Man. Nu in de bioscoop. Oh. En nu bent u aan de beurt. Kijk op de yoghurtverpakking en spaar voor een boekje vol tips voor een actief dagje uit. Okay, guys, listen up. Bob, go. Thank you. Here's Johnny. John, we don't want to know how your weekend was. This is Hans. Y'all remember Hans, right? Hans wants to retire 9 years from now. That's right. We're here to make that happen. Right, John? Yep. Okay. Life insurance. Fred. Yes. Thank you. Investments? Clearly, that's mine. Harold. I'm on it. John, you check his pensions. Yeah. Michelle, I want you to work on the college funds for his two kids. Any questions? In 9 years, right? 9 years, but don't worry, I got your new partner on this one. Bob, meet Harold. Let's go. Hey. Let's be careful out there. De Josti Band gaat internationaal en verzorgt optredens in Canada. In een plaatselijk museum wordt het portret vernield van een historische figuur. En het lijkt erop dat zijn geest nog steeds rondwaart. Midsummer Murders en de Josti Band in Canada. Vanavond Nederland 1. Het is tijd voor de tweede aflevering van Sissy. Hierin mist zij de vrijheid aan het Oostenrijkse hof die ze altijd gekend heeft. En vooral met haar schoonmoeder kan ze het slecht vinden. Kijkt u naar Romy Schneider als Sissy, de jonge keizerin.